Hallo en welkom bij Ga Neer. Nederlands en Zuid-Nederlands... Gelukkig vind ik het zelf leuk. Nederlands en Zuid-Nederlands favoriete memorijshow waarin we wekelijks kijken op de subreddit. Ga Miem Neer submissies om te kijken wat jullie deze week hebben achtergelaten. Goed. We lachen. Ha ha ha. Mijn 8-jarige broertje wanneer ik een snoepje pak. Ja, maar dat wil ik ook. Wat hij heeft wil ik ook. Nee, mag niet. Moet je zelf maar gaan halen. Ik kom de klas binnen met snoep. De rest van de klas, ja nee. Delen. Je moet delen. Altijd delen. 1 kauwgompje? Nee, dat moet je dan hakken in 10 stukjes. Zodat iedereen een klein beetje heeft. Opkutten. Ik heb het gekocht. Ik eet het op. YouTube verandert de minimale tijdsduur voor advertenties van 10 minuten naar 8 minuten. Koters. Shit. Waarschijnlijk voor Ga Miem Neer zal de 10 minuten... En 1 seconde nog steeds wel blijven bestaan. Alleen ik merk het gewoon. Soms al maak ik een video en dan is hij eigenlijk leuker als hij onder de 10 minuten is. En dan doe ik dat ook. En dan, ja, dan kan je er geen midrolls op gooien. En dan snap ik op zich wel. Dus ja, dan hecht ik veel meer waarde aan de video die dan leuk is. Maar het is ook aan de andere kant, kapitalistisch gezien. Nee, 10 minuten 1. We kijken wel even hoe het loopt. Antwoord op de vraag van vorige week. Hoeveel data verbruik je per video? Even kijken. YouTube video quality. Ga er maar vanuit. 1080p HD is zo'n 27,5 MB per minuut. Dus dat zou dan keer 10 zijn. Dat zou dan 276 MB zijn. Wow, dat is op zich nog wel te doen. Maar er staat 1080p HD. Is dat 30 fps of 60 fps? Want 60 fps is natuurlijk dubbel zo zwaar als 30. Big brain. Iedereen heeft een hart. Ik ben niet jouw vriend. Oké, bijna iedereen heeft een hart. Hoe denk je dat ik dit nog zo lang volhoud? Gewoon emoties uitzetten en gewoon door blijven gaan. Dat is de truc. Geen emoties hebben. Enigszins een kern van waarheid. Helaas. Elke jongen binnen een kilometer als ik geraakt word in mijn zak. Ons pijn. We voelen het allemaal. Helaas kunnen we niet de pijn verdelen. Dat als het gewoon in een radius van een kilometer... Dat elke man gewoon een klein beetje zo... Dat kan helaas niet. Maar we voelen je pijn. Day is way better than night. During the day it's light, it's warm and nature is blooming. Ja, maar ga mee, meneer. Komt 's avonds online. Ja, ik kies voor hem. Zelf ben ik ook een nachtspersoon. Heerlijk. Midden in de nacht en de telefoon gaat niet af. Heerlijk. Maar zodra je wakker wordt de volgende dag... staan er dan weer 20 WhatsAppjes van je klaar. En dan zit je van... Shit! Als je een lot koopt. Oké, dat is jouw lot. Je wint de jackpot. Nee, het is ons geld. Dat is wel een klote scenario. Met kerst doen wij wel eens van die krasloten. En met zo'n kraslot kan je, weet ik veel, 10.000 euro winnen. Maar dat kraslot heb je van iemand gekregen. Ben je dan soort van ethisch verplicht om die persoon dan ook iets te geven van wie je het lot hebt gehad? Of moet die dan specifiek zeggen, nee, dat is jouw lot? Lastig. Oké, laten we een kijkje nemen op de subreddit. Kozers, onze subreddit. Ja, ik heb eerlijk gezegd, ik weet geen eens wie hem in zijn bezit heeft. Maar het is niet mijn subreddit. Ook al staat mijn naam er wel op, maar ik heb hem niet gemaakt. Je hebt opeens een virus op je computer. Oh nee! Ik hoef alleen mijn creditcard info in te vullen en dan gaat het weg. Sure. Wat, mijn geld is weg? Let op. Internetveiligheid is belangrijk. Als je een beetje wilt verdiepen op wat er allerlei ongein er op het internet gebeurt. Kijk dan even naar Emre's donkere kant van het internet. En dan zie je een beetje van wat er allemaal omgaat in de funzigheid van het internet. En het blijft mij ook gewoon nog steeds verbazen wat voor klootzakken er zijn. Justice League? Gerechtigheidsgenootschap. Perfect. Lekker alles in het Nederlands vertalen. Heerlijk. Hou ik van. Smartwatch loop. Oké, ja, hebben we die ook gelijk weer gehad. Mooi. Kan er weer een flitsbericht komen van Arfie? Nee. Nee. Je zat er... Oh. Of toch wel. Magneton? Nee. Magnetron. Perfect. Want wat kan je nou met die bovenste? Dat is fictief. We houden van feiten. En een magnetron is een feit. Je voert een discussie met je moeder. Ben ik? Oh, je wint de discussie. Ze pakt de slipper. En dan leer je op dat moment dat je nooit een discussie van je ouders kan winnen. Nooit. Ze hebben altijd gelijk. Ook al hebben ze niet gelijk, hebben ze altijd gelijk. De gehele subreddit. Hey, een communistisch konijn. Nee, het is Bugs Bunny. Is dat überhaupt nog wel op tv? Bugs Bunny en zo? Poh.
Goh. Dat is mijn tijd. Niet jullie mijn tijd. Verkeersborden zijn racistisch. Witte mensen zijn altijd lekker aan het paardrijden, voetballen of met een kind aan het wandelen. Terwijl zwarte mensen zwaar werk moeten doen. Nee, dat is een paraplu. En nu kan je dat niet meer anders zien. Nu zie je gewoon dat er een man moeite heeft met zijn paraplu. En dan zit hij van, waarom gaat die niet open? Heeft Don nog zo'n McDonald's speeltje? Nee, dat is een pen van Nintendo. Ik ga even kijken waar die ligt. Ik zou mijn god even niet weten waar die zou liggen. Maar dat is een pen van Super Mario 3D World. Iemand spendeert honderden euro's aan vuurwerk. De rest van het dorp. Onze vuurwerkshow. Ja, zo in dat opzicht ben ik bijzonder communistisch. Dan zeg ik gewoon, oh, jij hebt tering veel geld gespendeerd. Nou, zou je vast helemaal top vinden. Ik kijk wel naar jouw vuurwerk. Ik heb het niet zo met vuurwerk. Dus dan kijk ik wel naar andermans vuurwerk. Een niet grappige meme komt langs en gaat meneer. Don, Arvie. Coaters. Ja, soms zie ik dat wel eens aan. Beoordeel ik het een beetje aan de upvote, zeg maar. Van oké, blijkbaar vinden jullie deze heel erg leuk. En dan zit ik gewoon. En Arvie ziet hem dan ook voorbij komen. Die zit dan ook waarschijnlijk. Daar kunnen we niks mee. Nederlanders, wanneer ze een andere Nederlander tegenkomen op een Engelse subreddit. Gekoloniseerd. En dan komt even Wim Lex komt ook nog even langs. Ja, genieten. De Monacoze vlag en de Indonesische vlag lijken echt superveel op elkaar. Letterlijk de Nederlandse en de Luxemburgse vlag. Klopt. Is ook zo. Helemaal kut. Het liefst zou ik dat veranderd willen zien hebben. Dat het allemaal niet zo op elkaar lijkt. Maar ja, wie ben ik nou? Banen in 1700. Ik werk elke dag 12 uur om mijn vrouw en kinderen van voedsel en een huis te kunnen voorzien. Banen in 2020. Ik kopieer TikToks van andere mensen, maar dan zonder shirt. Ja, en het wordt bekeken. Dus wie is nou de schuldige? De consument of de maker? Vraag en aanbod, jongens. Ga communisme neer. Ga flip neer. Ga moeder neer. Ga meme neer. Hotel Trivago. Yes. Je komt niet in de video. Yo, als deze coders konden lezen, zouden ze heel erg overstuur zijn. Klopt. Er komen er meer niet in de video dan dat er wel in komen. Facts. Wat, hebben ze dat serieus veranderd? Ik had die van Bottas Mowing Service had ik wel gezien. Maar Verstappen's Podium Chances, Seb Spin, Latifi's Memorial, Alex Albon Memorial, Kimi's Tire Memorial, Kimi's Tire, Lando's Podium. En als het allemaal gewoon wordt toegelaten, that is cool. Cool. Normale mensen, boeren. Sukkels, boeren, werken hard, voor ons eten. Boeren werken hard voor ons eten. Weg met de boeren en huizen bouwen. Wist je dat grotendeels van het boeren eten eigenlijk geëxporteerd wordt? De ironie. En ik snap dat export weer goed is voor de economie. Alleen, ze werken eigenlijk niet voor ons eten, maar voor andermans eten. Jee, maakt elk jaar een nieuwe FIFA, NBA en Madden. Ik. Het is vervelend, maar het werkt wel, want iedereen koopt het wel weer. Dus ja, je kan het nog zo hard tegen klagen wat je wil, maar het werkt wel. Talentenjachten. Weinig kijkcijfers. Schattige kinderen. Weet je wat ik zo vreemd vind aan talentenjachten? Is dat het geen talentenjacht meer is. Als er zoveel mensen zijn die dat kunnen doen, is het dan nog wel een talent? Is het dan niet gewoon iets wat veel mensen kunnen? Ik zou het dan niet echt per se een talent noemen. Wat zou je het nu het liefst willen? De mogelijkheden. Ja, ga hem hier neerkijken. De teleurstelling voor haar. So sad, but so good. Ik, mijn meme. Wat? En waar zal hij landen? 400 upvotes. Oh mijn god, maar je hebt er maar 5. Beetje jammer. Ambitieus, hou ik van, zeker. Je moet een doel hebben, je moet een streven hebben. Maar als je het dan uiteindelijk niet haalt, is het weer zo heel demotiverend. Is dit de nieuwe PewDiePie tegen T-Series? Nee, maar ik zou het wel leuk vinden als jullie abonneren. Het zou wel leuk zijn. Ik weet niet of je er wat aan hebt. Ah, fuck it. Nee, abonneer maar niet. Kijk maar gewoon mijn video's. Daar ben ik blij om, als je gewoon kijkt. En daarmee zijn we ook weer aan een einde gekomen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Druk dan op de abonneerknop. Nou...
Nee. Wil jij toevallig nog twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!